alle elementen voor een duurzame energierevolutie zijn al aanwezig. We moeten ze alleen weten te combineren. Dat is precies waar het bij Innocentia om draait. Het combineren van innovatieve, vaak al aanwezige technologie. Deze innovatieve lijnen Innocentia kunnen elkaar enorm versterken. De innovaties zijn niet altijd zichtbaar. Vaak zien we alleen de topjes van ijsbergen, terwijl de mogelijkheden van technologie en combinaties nog onder water liggen. Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk Innocentia identificeren, zodat de samenleving beter keuzes kan maken. Zo kan de elektrische auto een winnend team vormen met zonne-energie, innovaties in batterijtechnologie en intelligente energienetwerken. Want een elektrische auto is pas echt schoon als het loopt op duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook in de bouw is al veel mogelijk door vaak al aanwezige technologie te combineren. Dat veel huizen nog steeds veel energie nodig hebben is eigenlijk vreemd. Met goede isolatie is al veel warmteverlies te beperken. Maar ook passieve koeling is mogelijk met materialen die smelten bij hoge temperaturen en die 's nachts de opgeslagen warmte weer afgeven. Wordt ook meer aandacht gegeven aan de effectiviteit van grondstoffen en producten van de wieg tot aan het graf, dan komt duurzame productie snel dichterbij. Zo zijn microreactoren in aantocht. In deze kleine chemische fabriekjes kunnen uit grondstoffen hoogwaardige half- of eindfabrikaat worden gemaakt. Microreactoren gebruiken minder energie en gaan preciezer en efficiënter om met de grondstoffen. Met Innocentia willen we laten zien dat het vaak niet aan technologie ligt. Technologisch is er heel veel mogelijk. Misschien is het tijd voor een nieuwe kijk op duurzaamheid. Innocentia. It was a beautiful...